Oh, ik heb een walkout, lekker. Oh, ja, Champions League. Kom op, oh, weer een walkout. What the fuck, even een paarse. Ja, kom op, Griezmann. Kom op, geef hem. Yes. Kom op, die krijgen we. Jongens, we van EVNL met een nieuwe video. En vandaag ben ik hyped, want ik ben hyped. Want ik ben hyped, want ik ben hyped. Want ik ben hyped, want we gaan weer pakketjes openen. Jongens, ik moet jullie wat vertellen. Ik ging 18-3 in de Weekend League. Ik ging echt tering goed. Nou, echt, de wereld was te klein voor mijn skills. Het was echt niet normaal. En toen volledig choke. 22-8 of zo. Of weet ik veel. 20-8 ging ik. 20-8. Van 18-3 naar 20-8. Oh. Ja, het zat gewoon zo niet mee. Dat is echt ongelooflijk. Ik verloor twee keer in de 120ste minuut. Ja, dan ben je boos. Ja, helemaal boos. Gat in tafel geslagen. Maar goud 1 rewards zijn toch beter dan de Elite 3 rewards. Dus op zich is dat niet heel erg. Doe zeker een duimpje omhoog op deze video als je het leuk vindt. En als je wilt, ik nu Ronaldo gepakken. Want dat gaat zeker gebeuren. We hebben natuurlijk de Division Rivals pakketjes. En we hebben de andere pakketjes. Division Rivals gaan we dan voor tradable. Of untradable. Kijk, weet je wat het is? Tradable kan wat goed in zitten. Maar ik ga... Ja, het zijn er wel vier. Ja, ik ga het toch voor de... Mensen, we gaan deze week voor de untradable. Sorry, deze week val ik even op mannen. En nemen we de untradable kaarten. Is op zich niet erg. Want we krijgen dus vier van die niet verhandelbare kaartjes. Laten we die maar meteen gaan openen. Want ik hoop gewoon heel erg dat ik die Griezmann Champions League krijg. Die wil ik zo graag. Jongen. Oh, dat is echt mijn leven compleet. Laten we allereerst maar openen. Die hoef ik ook niet te verkopen. Die hoef ik ook... Die wil ik ook gewoon niet verkopen. En de walkout? Nee. Wil je niet gewoon in mijn kanaal trouwens, dan kan hij beneden. We hebben het hoofd van leuke video's, ik krijg borden. Oh, dat is wel lekker. Geef me even, ja, oh nee, ah, oh, Savic, ja. Ik wel handig voor squad building challenges, voor de rest heb je er eigenlijk geen tyfus aan. Gaan we weer weekend doen met mensen deze week, vergeet je niet in te schrijven. Oh, ja, laat me zitten, squad building challenges en tyfus. Ik heb waarschijnlijk al een tradable gehad. Komt de volgende, ja, geef me even zo'n lekker Champions League kaartje, kom op, ik voel het. Oh, ik heb een walkout, lekker, een tweede packie, kom op, kom. Oh, ja, Champions League, kom op, geef me Griezmann. Oh mijn god, oh nee. Oh, welke Kimpembe. Oh, dat is ook niet slecht. Oh. Oh. Gast. Jongen, dit is echt helemaal niet slecht hoor. Het is echt fucking goed. Ik heb geen idee welke Kimpembe waard is, maar hij is echt goed. En PSG. Dus PSG komt waarschijnlijk wel ver. Als kant, elke kant op in die pool. Oh, die is gewoon 160k. Ja, ik kan natuurlijk niet verkopen. Dat is een tradable. Maar, oh, ik wil echt een Griezmann had. Oh, dit is jammer. Maar wel lekker, jongen. Oh, mijn god. Zo, kom, moet ik even tot rust komen. Geen walk in de volgende, helaas. Jezus. Oh, jongen, wat hoopte ik op fucking Griezmann. Dat is echt niet normaal. Ik krijg hier Braziliaans, spits. Oh, Gabriel Jesus. Dat is helemaal niet slecht. Best wel lekkere packs. Die untradable packs zijn wel lekker. Kijk, deze gast ga ik eigenlijk ook niet gebruiken. Maar ja, maakt niet uit. Hoeveel is hij waard? Oh, echt heel weinig. Ah, ik denk 10k of zo. 10k zal het zijn. Er komt nog een packie. Kom dan. Kom dan. Oh, weer een walkout. What the fuck? Geef hem een paarse. Ja, kom op. Griezmann. Kom op. Geef hem. Oh. Oh, Perisic. Oh, lekker. What the fuck? 87 Perisic. Nieuwe meta, holy shit. Lekker zeg. Wat je zei, echt mijn beste pack ooit. What the fuck, holy shit. Perisic, hoeveel is die waard? Sowieso veel. Holy shit, 200k. Nou, 190. En de andere 160. Perisic, tering lekker. Die gaat zeker om mijn bankje. Die vet is echt fucking goed. Kijk, ik ben geen Inter fan. Maar hoop ik zeker dat Inter doorgaat naar de volgende ronde. Want dan wordt die 88 gek. Oh mijn god, dus een tweede pack waren echt tering goed. Wow, yo. Wat een pack. Lekker. Lekker, fysiek blij mee. Oh. Kijk, ik krijg nog een goud packie. Echt, als mijn 100k packs van de weekend zou ik ook zijn, zo zijn, dan word ik echt gek. Word ik echt super blij. Echt, yes. Helemaal blij, yes. Ja, ik hoop in ieder geval, ja, die 100k packs nadeel is dat er natuurlijk geen fitnesskaartjes in. Fitnesskaartjes zijn echt pauper duur. Oh man, Perisic. Ben ik echt ziek blij mee. Kijk, we zijn dus goud 1 geëindigd. Ja, ja, ik wil het er liever niet over hebben verder. 50.000 munten, dat is wel lekker. En dan hebben we dus 1 van de 4. Oké, ik wil Royce of Depay. Oeh, El Shaarawy is wel lekker. 4 dat een reden. Ja, dat is sowieso de beste manier. El Shaarawy is zeker niet slecht. Daar ben ik zeker wel blij mee. Royce of Depay. Royce of Depay. Royce of Depay. Oh, wat slecht. Nou, gaan we wel voor Hector. Nou, El Shaarawy is op zich wel goed. Maar voor de rest, ja, baal ik wel een klein beetje. Ik had echt heel erg gehoopt op Royce of Depay. Maar oké, ik ga me nu meteen plaatsen voor de Weekend League. Anders, ja, ben ik het weer vergeten. En dan haat ik mezelf weer. Wissel toegang nu in. Oh, dat geeft niet automatisch die melding. Alles chill. 200 KPX. Kom op. Laten we die maar even lekker gaan openen. Laten we hopen dat we daar ook nog een lekker walkoutje in krijgen. Ook weer echt blij met die Perisic, gast. Holy shit. Geen walk in de eerste 100 KPX. Daar baal ik van. Oh, wel borden uiteraard, ja, want zo laag krijg je nooit. Portugees, Cam, ja. Ja, yeah. Bruno Fernandes, 83. Dat is niet heel best. Ja, Bailly, is die nog iets waard? Nee. Nou, ik stoor zo aan mijn club, ik vind het even chill om even een paar spelletjes te hebben. Is die iemand hier iets waard? Smalling, en die zal... Nee, nee, oké, jammer. Laten we hopen dat we in de laatste dan wat goed krijgen. Kom op, geef mij alsjeblieft een walkout in mijn tradable packie. Ah, geen walkout in mijn 100k, ik baal ik van. Maar Perisic maakt echt alles goed voor mij. Oh, ik krijg wel een informpie, dat is wel lekker. Belgisch, CM, nou, is heel slecht. De Voer zitten ze. Nee, Koems. Kums. Van Heerenveen was die voer volgens mij. Als ik het goed heb. Oh jongens, ik ben echt zo
Mokertje blij. Ook van koud op zich ook wel lekker. 7k, oké. Okay. Nou, die doen we wel even verkopen. Ja, voor de rest, ja. Hebben we nog een duplicate die ik niet wil discarden, die ik bonnig wel ga discarden? Nee, oké. Okay. Geen één duplicate, oké. Okay. Oké, okay, was wel lekker. Zullen we deze packs... Ja, we gaan deze packs gewoon even openen. Laten we ze even snel openen. Even snel openen en hopen dat er wat leuks tussen zit. Geen walkout. Huilen. Trouwens, ik zit er dus aan te denken, mensen. Jullie moeten even in de comments achterlaten of je een goed idee lijkt. Moet ik Petit 88 inwisselen voor de betere Petit? Ik kan het nu betalen. Oké, okay, gewoon in vorm. What the fuck? Belgisch, oh mijn god. Oh, oké, okay. Keeper. Kasteel of zo. Het zal wel kasteel zijn. Een kasteel. Oh, dit is een walkout trouwens. Cels. Cels. Not for a lot. Nou, oké. Okay, in ieder geval 20 graden Celsius. Maar maakt allemaal gereed uit. Hartstikke leuk en aardig. Kijk, die Petit. Voor mij is die 91. Ik kan zo wel even checken. Trouwens, iedereen gewoon in zijn Philippe Anderson ineens. Die squad building challenge kaart of zo. Of zo'n Champions League. Nee, Champions League kaart zullen ze niet hebben bij West Ham. Maar iedereen gebruikt die kaart. Waar gaat het over? Ineens is dat een nieuwe meta of zo. Oh yeah. Shaqiri. Ja, ik doe even een paar van die Norris die ik niet heb. Doe ik in mijn club. Want ja, dat is chill als je ooit een squad building challenge wilt doen. Peer is iets, gast. Ja, die gaat sowieso met team. Ik heb nu gewoon een nieuwe aanwinst. Wat een heerlijk packje. Nou, vanaf nu ga ik sowieso elke keer voor die untradable packjes. Ik zweer het je. Want die zijn echt veel beter. Die tradable 500 kaartjes zijn echt klonk. En ja, ik heb ook nog eens 4 wat zorgt voor extra fitnesskaartjes. En die dingen zijn gewoon 1700 coins tijdens de weekend league. Dus ja. Hey, 1 plus 1 is 2 mensen. Laat je niet afleiden door die 5000 coins die je ermee kan krijgen. Deze pack is trouwens echt heel slecht. Bernadeschi, ja. Het is echt om te jank. Ook en een walkout. Let's go. Daarom openen ze dus. Kom op. Ah, geen paarse. Helaas. Die krijgen we. Oh, Oh, Icardi, jongen. Ik hoopte zo op Aguero. Icardi ook zeker niet slecht, maar... Oh, wat hoop ik op Aguero. Holy, ik hoop natuurlijk eerst op Messi, uiteraard. Eerst hoop ik natuurlijk op Messi, maar ja, dat is niet heel erg aanwezig, die kans. Icardi, oh. 25k, helemaal niet verkeerd. Gaan we zeker even lekker verkopen. Voor 70k zetten we Icardi'tje erop. Helemaal niks mis mee. Weer een lekker walkoutje gepakt. Ik heb toch nog een walkoutje in deze pack. Prima. Ik wilde dus eigenlijk Suarez upgraden in mijn team. Maar ja, toen kwam ik erachter van ja, waarom zou ik dat in godsnaam doen? Want die vent is helemaal niet beter in vorm. Dus ja, die is wel beter. Maar echt letterlijk alles is één stat beter. Waarom zou ik dat ooit willen? Nou, laatste van deze. Misschien nog een walkoutje. Nee, jammer. Oké. Okay. Kijk, mensen, mijn team ziet er nu zo uit, zoals jullie weten. Iedereen vraagt me altijd. Kijk, ik heb Piers gewoon op de bank, hè. Ik breng hem altijd in een super sub. Hij heeft maar 14 goals. Maar ja, als je hem altijd in de 80ste minuut inbrengt, dan niet altijd. Ik wist hem niet eens altijd erin. Maar gewoon alleen als ik het moeilijk heb. Dan is dat best wel goed. There he is. Yeah, my man. Perisic. Lekker man. What a beast. Wat een kaart, jongen. Ik moet zeggen, ze hadden zijn kaartje wel iets hoger mogen doen voor mij. Ik denk net alsof hij 1,20 meter is, dat hij echt 1,86 is. Ja. Maar ja, wel een heerlijk kaartje. Ik ga je even snel laten zien wat mijn instructies zijn. Ja, er zijn waarschijnlijk mensen die denken van, Koen, het boeit me echt geen ene teams wat je doet. Ja, dat mag. Ik heb, zeg maar, ik speel op defensive. En niet omdat dat goed is of zo. Maar dit is, zeg maar, hoe ik het heb. Gebalanceerd en dan dit allemaal. Gewoon, het is, zeg maar, niet meer defensive. Maar het is gewoon puur zodat ik een andere opstelling kan doen. Namelijk 4, 2, 3, 1. Ziet er dan zo uit in game. Nou, dat is echt fantastisch. Of vind je van niet? Ik vind het echt fantastisch. Nou, echt, als je het wil zien, ja, druk even op stil. Nou, heb ik deze. Dingen. Rabiot gaat natuurlijk uit voor Suarez. Nou, voor Griezmann heb ik dit. Neymar, Petit, Goretzka, Mbappé, Lala. Nou, zo is allemaal standaard. Allemaal logisch. En ja, dat is zeg maar waar ik eigenlijk altijd mee speel. En dan soms ga ik gewoon aanvallen. En dan zijn dit, heb ik hier gewoon precies hetzelfde als bij daar. Maar hier heb ik een 4-2-2-2 opstelling. Want soms werkt 4-2-3-1 voor mij gewoon niet. En dan heb ik dit. Dat is nice. Ja, en de instructies zijn dan dit. Hop, 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 hop. Ja, je zet maar op pauze als je wil kijken. Hop, 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 hop. Nou, fantastisch. En dan als het echt niet wil lukken, ga ik naar ultra aanvallend. En dan is dit mijn opstelling. Ja, jullie zien het. Het is echt prachtig. Ja, ik geniet hiervan. Ik wil trouwens bedanken Matthijs, want hij heeft me al deze dingen gegeven. En ja, ik speel er best wel goed mee. Dus dat is wel chill. Heb ik sowieso. Ik heb trouwens helemaal geen ding hier ingesteld. Helemaal geen instructie. Ik doe al iedereen even... Ja, maar MLP maar wel naar de flank. Doe jij maar achterin blijven. Jij ook naar voren. Maar ja, all out attack. Dan moet je ook all out attack natuurlijk. Nou, je tering aanvallend is het dus. Maar dit is echt alleen als je in de 80ste minuut met 2 goals achter staat. Ja, opstaan die handel. Ik moet zeggen dat de neiging nu al vrij aanwezig is om toch nog even die andere packjes te openen. Mensen, ik zat dus ook aan te denken om Neymar in vorm te komen. Ik weet niet of ik hem kan betalen. En ik wil ook heel graag gewoon CR7, maar die is echt tering duur. The fuck, even 2 minuten. Maar check dan mensen, dit is het toch niet waard? Even serieus. 1 pace meer, 2 shooting, 2 passing, 1 dribbling, 1 defending en 1 physical. Ja, I don't know about that. Maar Neymar is echt wel fucking goed. Maar ook eens zou zeggen, die Petit. Kijk, ik heb nu deze. Nou ja, best wel aardige kaart. Hij is echt best wel goed. En dan anders kan ik deze. Maar ja, zoveel beter is die kaart nou ook weer niet, weet je wel. Maar laat het vooral achter in de comments. Misschien ga ik het doen voor de Weekend League. Ik wil straks even vergelijken. Of ik moet toch nog Vieira gaan kopen. Mensen zeiden van je moet Seedorf halen. Ja, ik vind Seedorf echt slecht stats hebben. Oké, okay, hij is wel alles wel beter. Ja, maar echt niet veel ook. Het is echt een minimale upgrade, hè. Ja, I don't know. Eigenlijk wil ik gewoon deze man. Deze of zo. Gewoon deze. Deze lijkt me op zich wel nice. Maar ja, 5 miljoen coins heb ik niet. Deze gast vind ik ook wel aardig. Maar ja, 3,8 miljoen coins heb ik ook niet. In ieder geval, ik ben eigenlijk gewoon te skeer. Daar komt het op neer. En daardoor moet ik even wat goede spelers packen. Ik weet trouwens nog steeds niet. Ik heb me helemaal niet verdiept in de SBC's dit jaar. En ik heb geen idee of het ook daadwerkelijk zin heeft om zo'n SBC te doen. Terwijl ik best wel mensen zie die echt wel goede dingen packen uit de SBC. Is nu ook even waar je een 100k pack bij krijgt. En ik bedenk me nu, die gaan we nu doen. Want deze packs openen, nou, dan krijg je echt
kortsluiting van, want dit is wel slecht, jongen. Er was een SBC waar je 100 kpk voor kreeg. Kijk, hier 50 kpk. Barcelona of Manchester United spelers. Oh, wow, what the fuck. Deze is best duur. Ik dacht echt dat er een... Oh, wacht, maar ik heb hier trouwens al. Dat heb ik al. Ja, misschien doe ik echt dingen dat jullie denken van... Koen, je bent echt zo'n mogel. Ja, dat zou best kunnen. Maar dat is wel niet erg. Doe ik alleen mijn best. Hier, ik had wel van die untradable kaarten, dacht ik. Hier, deze is rare. Ik had toch nog één? Dat lijkt me niet dus. Hoe moet ik? 83 rating. Dat is best hoog, hè? Maar ja, dan krijg je ook wat. Ik dacht echt dat ik Arthur had, maar die heb ik dus blijkbaar niet. Kleur Robber er trouwens in. Die is fucking hoog. En niks waard is, hè? Kloten! Wel genoeg chemistry, maar niet hoog. Ah, die moet een andere linksback. Ja, andere linksback. Alex Tellet. Dat mag weer niet. Heb ik ook nog niet hoog. Jezus. Jongens, waarom is dit zo lastig? Ik vraag me dat echt af, jongen. Echt. En dan moet er één speler hoger. Eén speler. Ja, eigenlijk Nani. Maar ja, Nani zorgt voor goede chemistry. Oh, ik moet in de Champions League. Oké, ik moet een Champions League speler, center mid, die 84 is. Een 84. Voor mij was die Arthur was of 83 of 84. Nou, dan kunnen we in ieder geval de 4 nog lekker afsluiten met een heerlijk 50k packie. Nee, is 83. Ja, kloot. Je kost wel geen ene drol. Oh, die is ook niet zeldzaam trouwens. Even voor een 84. Oh, Keita. Oh, die is 14k. Oké, die ga ik halen. Die ga ik halen. Kijk eens aan, jongens. Oh, fantastic snipe. Love it. Best goede kaart trouwens. Best wel jammer dat je... Oh, wat zag ik daar nou? Oh, 14-25. Nee. Ik had hem beter opgepikt, zeker. Let's go. Mensen, easy 50k packie. Yes. Yes, boys. Let's go. Hoppakee, 50k packie. Kom maar. Goed. Zeldzame spelerspakket. Lekker. Milinkovic, wat krijg je hiervoor dan? Zeldzaam megapack is 55k pack. Dit is een 45k pack. Nee, dat doe ik niet. Marcos Alonso, wat moet je hiervoor doen? Jumbo, oh, dit is die 100k pack. Gast, dat is lekker. Oh, ik ga even kijken of ik deze snel kan doen. 84 reden gemiddeld, dit is wel echt fucking hoog. En hier ga ik gewoon Buffon in leveren trouwens. Dan hoef ik de rest van mijn spelers maar gereden uit. Buffon gebruik ik toch nooit. Voordeel van untradeable spelers hebben. Premier League spelers minimaal 5. Oh, ja, hoef niet geen Buffon te zijn. Gast, deze normale piercings kan ik gewoon inwisselen. Oké, okay, ja, dat is wel fucking duur, hè. Misschien is dit niet het slimste idee ooit. Ik heb hoge BPL centimeters nodig, het liefst van Chelsea. Die Robertson heeft toch een inform van, ja, die heeft toch een inform of niet dan? Oh, die is goed. Hij is 100k. Wat? Hij heeft ook wel een hele goede kaart. Als we even heel eerlijk zijn. Linksback is in de BPL. Wie is er goed? Chilwell, 81, gelijk een informpje heb ik dan ook. Dat is wel lekker, hè. Ja, die moet ik hebben. Dat is ook gewoon de hoogste die je kan krijgen ongeveer. Ja, chill wel. Oké. Okay. Mensen, ik ga hem hebben. En dan heb ik straks een 50 en een 100k nog om mee af te sluiten. Komt-ie. Oké, okay, lekker. Chill wel is binnen. Dan moet ik nog een inform hebben. Maar dan heb je ook wel, als het goed is. Eigenlijk, ik moet een middenveld hebben die hoog is. Een middenveld dat de BPL die hoog is. Ja, het liefst een inform. Ik kan die Naby Keita natuurlijk weer gebruiken. Denk me nu. Oh, Jorginho. Dit telt zeker niet als inform. Hè? Ik ken die wel, want tel eens iets. Ja, anders zou die wel duurder zijn. Barkley is ideaal. Dan doe ik Barkley erin en Naby Keita. Oké, okay, ja. Mensen, het gaat helemaal goed komen. Dit kost echt eigenlijk veel te veel mensen, maar ik ga het toch doen. Maar ja, ik wil gewoon die 100k. Ja, het spijt me. Dit is echt totaal niet slim. En doe dit vooral thuis niet na, kan ik jullie vertellen. Maar ja, voor mij is dit wel even de manier om het te fixen. Ja, Florenzi, laten we die maar even kopen. Oh, dat valt mee. Ah, oh, die is 9k's. Ah, oh, joh, valt mee. Dan gaan we hopelijk nog even een goede walkout inpakken. Ik hoop het wel. Moet lukken, zou je zeggen. Moet toch lukken, zou je zeggen. Kom op dan. We gaan hem inleveren. Boom. Let's go. Is hij weg. Oeh, pijnlijk dit. Maakt niet uit. 100k is binnen. 100k in de pocket. We hebben een 50k en een 100k. We beginnen met 50k uiteraard. Als ik geen walkout krijg, jongen, echt, dan word ik echt boos. Je krijgt hem meteen een walk-in 50k. Dit is het waar. Kom op. Paars. Ah, geen paars. Dan is nog Ronaldo, Messi. Alles lekker. Italiaans. Oh, Insigne. Oké, Insigne. Ik heb geen flauw idee over je waar. Bij mij 40k. Maar dit is zeker niet verkeerd. Dit is helemaal niet verkeerd. Hier ben ik wel blij mee. Ja, echt wel lekker. Ja. Ik ga niet voor je liegen. En een vormpje. En Leno. Oh, dit is wel een goed packje dit. Insigne is... Ja, 40k. Prima. Leno is... Ja, wat minder. Jij bent ook wat minder. Die Rudiger die is misschien wel iets waard door... Nee, oké, totaal niet. Een vormpje wel weer. Is weer 10k extra erbij. Is natuurlijk lekker. En dan gaan we nu door naar het 100k pack. Kom op. We gaan een nose packje doen. Let's go, komt-ie. Geef me alsjeblieft een walkout. Yeah, jullie kunnen het. Ik weet dat jullie het kunnen. Yes, we krijgen een walkout. Kom aan. Wie krijgen we? Ah, weer geen Champions League. Daar baal ik van. Komt wat goed. Pols. Lewandowski. Yes! Lekker dan! Jezus, ben ik hier blij mee! Yes. Lekker, Lewandowski! Heerlijk! Oh mijn god, dit is echt mijn beste packie video ooit! Holy shit! Oh, en Willian één packie! Lewandowski is 100k, heerlijk! En Willian is 20k, lekker! Yes! Wat heerlijk! Wat is dit lekker, zeg Gerard! Wat was dit het totaal 100%, 1000% waard? Oh, en hij is 2k, yes! En Langlin is helemaal niks waard, yes! Echt lekker, dit was het 100% waard! Voor de mensen die de video tot nu hebben kunnen kijken, gefeliciteerd, jullie hebben goede packs gezien! Mensen, ik hoop dat deze video leuk vond, als je het leuk vond, vergeet niet te liken! Zie ik jullie weer bij de volgende video! Wil je meer van mensen in de kan, klik hier of hier! Ja, ik ben langzaam voetbal de packelijk opkomen voor de team of the year wat eraan gaat komen. En dan, jongen, oh. Ja, dat is niet normaal, want dan ga ik Messi en Ronaldo in één pack krijgen. Dus ik hoop dat je deze video leuk vond. Like vooral weer de volgende keer. En ik zeg, doei. Later. Yes.